Ik hoor net dat jij volgende week mee gaat doen aan de Europese kampioenschappen skileren in Duitsland. Ja. Vertel eens wat over. Nou, omdat ik diverse medailles heb behaald op het Nederlands kampioenschappen. En één keer Nederlands kampioen ben geworden op de marathon, ben ik dus geplaatst voor het EK. De volgende week is dan een week lang in de Duitse Geisingen zijn we daarmee bezig. Dus flink aan het trainen. Ja, we zijn druk aan het trainen. Ik heb de afgelopen week al een week in Duitsland gezeten. En nu een paar dagen thuis om even wat rust te pakken nog en even goed voor te kunnen bereiden. En woensdag reis ik weer af naar Duitsland om dan een maandag te beginnen, zeg maar. Spannend hoor. Nou ja, kijk, het is allemaal het brengt andere spanning mee als een normale wedstrijd. Maar we rijden diverse Europa Cup, zeg maar. En dan sta je eigenlijk met hetzelfde deelnemersveld. Dus ik weet ongeveer wel waar ik sta. En dan acht ik nog wel kans op medailles. Dus er zit wel een mooie medaille in. Welke medaille ga je voor? Nou, op het wegparcours hebben we het toernooi. De lange afstanden, dan acht ik mezelf nog wel in de kansen, zeg maar. En natuurlijk de marathon. Dat is mijn terrein en dat is eigenlijk wel een beetje mijn hoofddoel. Dus. Spannend allemaal, hè? Nou ja, kijk, ik heb me goed voorbereid, dus ik heb er wel vertrouwen in. Nou, heel veel succes volgende week. Dankjewel.